Er komt toch een nieuwe basisschool in Engelbert. Die school komt bij het multifunctioneel centrum. De nieuwe school biedt plaats aan 100 tot 120 leerlingen. Bewoners van Engelbert kwamen vorig jaar in verzet tegen de aangekondigde sluiting van de Driebondschool. Er heerste ergens het idee dat Engelbert een krimpdorp was, dat deze school ten dode was opgeschreven, dat hij over 6 jaar dat er geen kind meer op zou zitten. Maar de werkelijkheid is dat Engelbert een florerend jong dorp is waar een hoop kinderen worden geboren. En die school is daar al 100 jaar en niet voor niks. De verwachting dat hij hier weg moet vanwege krimp is niet realistisch. Daar hebben we iedereen snel van kunnen overtuigen. En er wordt ook een school gebouwd voor 100 à 120 leerlingen. Dat is wat we verwachten langjarig te kunnen leveren met de ouders van het dorp. De bouw van een nieuwe grote school in de wijk Ter Sluis in Meerstad was een overweging om de dorpsschool te sluiten. Maar de bewoners van Engelbert kregen de steun van de gemeenteraad. Er kwam natuurlijk veel commotie over en ook terecht. En toen heeft de raad mij ook gevraagd om te gaan kijken met zowel het dorp als met onderwijs of er ook een alternatief kan zijn. En dat hebben we nu met elkaar op tafel gelegd. Wat is het alternatief? Nou, we hebben 2 scenario's besproken. Natuurlijk aan de ene kant het sluitingsscenario wat op tafel lag en ligt. En het scenario openhouden en onder welke condities dan. Het scenario waar we nu met elkaar zeggen van daar gaan we voor. Dat is het scenario een permanent schooltje in Engelbert openhouden. En dat is denk ik voor het dorp natuurlijk hartstikke goed nieuws. Ik ben er zelf als sportvader onderwijs ook heel blij mee. En ook Onderwijs Groningen die gaat ervoor. En ja, wat het betekent is dat er een nieuwe school komt bij het multifunctionele centrum in Engelbert. Die ook toekomstbestendig is en die ook meteen permanent wordt neergezet. Je hebt ook een gebouw nodig en daar hebben we op een gegeven moment een afweging in gemaakt van wat kan wel en wat kan niet. Nou goed, en toen kwam de opdracht van de gemeenteraad van verdiep je eens verder samen met de gemeente en het dorp in wat er dan nog wel mogelijk is. En met de huidige voorwaarden en met het leerlingenaantal van 100, 120 en het geplande nieuwe gebouw in Engelbert zelf hebben wij er gewoon alle vertrouwen in. En 100, 120 moeten we wel wat geld bij doen, maar dan kunnen wij een uitstekende school voor aanbieden. Dat ging verbazingwekkend soepel allemaal. We waren in eerste instantie op van alles beducht. We zagen achter iedere boom een groot probleem. Maar naarmate de tijd vorderde en we van meer en meer mensen medewerking ervaarden, zijn we wel gaan inzien dat de samenwerking daadwerkelijk heel soepel was. En het resultaat is daar ook naar. We hebben in heel korte tijd een prachtig resultaat geboekt van sluiting naar nieuwbouw. Verder worden de bouwkundige gebreken aan de basisschool Meeroevers aangepakt. Het volgende is aan de hand. Wij gaan meeveren met de groei van Meeroevers. Dus zodra zij laten zien, we hebben weer meer leerlingen volgend jaar, dan zetten wij er weer lokalen bij. Dus dat is de eerste afspraak. De tweede afspraak is, er was hier en daar achterstallig onderhoud in het gebouw. Daar is ook veel over gesproken. Daar zijn ook echt maatregelen op getroffen. Dus het gebouw is weer in goede staat. Wordt nu gemaakt, dingen die niet goed waren. Dus dat is denk ik ook winst. En het derde punt is dat zij eerder dan ooit in de plannen heeft gestaan toekomen aan permanente nieuwbouw. En daarover zijn we ook met hun de komende periode in gesprek. De gemeente stelt een krediet van ruim 1,8 miljoen euro ter beschikking. Het is wel een voorstel van 1,8 miljoen euro. Ik denk ongeveer 5 à 6 nieuwe lokalen hebben we het dan over. Hè, als het gaat om de school in Engelbert voor zo'n 100 tot 120 leerlingen. Maar dat is wel extra geld. Dus de raad zal moeten besluiten om dat extra geld daarvoor beschikbaar te maken uit algemene middelen. En dan kan OOG, ook bij Onderwijs Groningen, samen met het dorp een mooie school bouwen. Toch lijkt het kat in het bakkie. Ik heb er wel vertrouwen in dat dit goed gaat komen.